Gisteren keken de kickboxers elkaar al even in de ogen tijdens de stare-down. Vanavond strijden ze om de wereldtitel in het Arnhemse Gelredome. Rico Verhoeven en Badr Hari. Goedenavond en verder in het nieuws vandaag. De Rijksstraatweg die dwars door Voorst loopt, gaat weer open. De straat verandert van een drukke weg in een rustige dorpsstraat. Er kwamen ongeveer 14.000 auto's per dag doorheen. En de schatting is dat het er nu zo'n 2500 tot 3000 gaan worden. En meisjes in de Achterhoek dromen ervan om in het Nederlandse vrouwenelftal te spelen. En die droom komt een stukje dichterbij dankzij de Talentenacademie. Wie zijn jullie idolen in het voetbal? Lieke Martens, Sari van Veenendaal. Arnhem is klaar voor het gevecht van de eeuw en de hele wereld kijkt mee. Vanavond is de kickbokwedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven in 180 landen te zien. De twee strijden in het Arnhemse Gelredome om de wereldtitel en er zijn 30.000 vechtsportliefhebbers bij. Onze verslaggever Michiel Fucking is al ter plaatse. Michiel, is de spanning al een beetje voelbaar daar? Het is nog een klein beetje stilte voor de storm hier in het Gelredome. Hierachter melden wel de eerste mensen zich bij de rode loper. Vanavond gaat het dan inderdaad allemaal gebeuren. Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. 3 jaar geleden stonden zij voor het laatst tegenover elkaar. En uiteindelijk is het nu vanavond dus revanche. Tijd voor die wedstrijd, de rematch. Het gaat om de wereldtitel. Het is uitverkocht. 30.000 kaarten zijn er hier in het Gelredome. Over heel de wereld zijn de ogen gericht op Arnhem. En dat merk je eigenlijk ook wel hier als je nu al buiten het stadion een rondje maakt. Vanuit Europa, vanuit Frankrijk, Duitsland, Italië, heel veel Fransen met name, zijn ze hier naar het Gelredome toegekomen. En eigenlijk hebben zij allemaal maar één favoriet. Tonight, Badr, hands up. Hands up. Badr Hari. We are Badr Army. Forza Badr! Ik hoop natuurlijk dat Rico wint. Waarom? Omdat hij een sportieve vechter is. Ja, er zijn heel veel Badr-fans hier, hè? Klopt. Heel veel. Bijna iedereen, denk ik. Wat verwacht u voor sfeer hier vanavond in het Gelredome? Een gewone normale sfeer. Ik denk dat iedereen wel met de juiste intenties hier is. Maar ja, je hebt altijd een kleine minderheid die het probeert te verpesten voor de rest. En wij zullen in ieder geval qua inspanningen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het goed verloopt. Zoals Marcouche zegt, er zijn veel preventieve maatregelen genomen in het centrum, in de binnenstad van Arnhem. Mag iedereen gefouilleerd worden. Dat is ook hier het geval als je hier naar achter naar binnen loopt, eigenlijk direct word je gefouilleerd. En de politie, de organisatie, veel stewards, die staan eigenlijk met z'n allen op scherp om te zorgen dat het hier vanavond rustig en goed gaat verlopen bij de wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Ja, laten we dat hopen inderdaad. Michiel, dankjewel. Het was even wennen voor de bewoners van de Rijksstraatweg in Voorst. Van 14.000 passerende voertuigen per dag naar alleen een paar bouwvakkers voor de deur. Het afgelopen jaar ging de straat die dwars door het dorp loopt volledig op de schop. Bouwvakkers klaren de laatste klusjes, zodat de Rijksstraatweg in Voorst na dit weekend weer open kan. Het is echt een hele mooie straat geworden. Het is echt een dorpsstraat, ruime stoep, mooie bomen die we nu hebben, mooie beplanting. En mensen spreken elkaar weer op straat. Er is weer ruimte om elkaar te ontmoeten, om te spelen voor de kinderen op straat vooral. Dus ja, het wordt weer echt een dorp, een geheel. Heel anders dan voorheen, toen al het verkeer tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen dwars door Voorst reed. Sinds begin dit jaar kan men over de nieuwe rondweg. En ook al kunnen auto's na dit weekend nog steeds door het dorp, het zal een stuk rustiger worden. Er kwamen ongeveer 14.000 auto's per dag doorheen. En de schatting is dat het er nu zo'n 2500 tot 3000 gaan worden. De ondernemers in het dorp kunnen niet wachten tot de opening. Door de werkzaamheden waren zij dit jaar slecht bereikbaar. Ik heb echt, nou ik denk 12 weken hier met een zandbak voor de deur gezeten. Nou ja, dat brengt natuurlijk helemaal niks. Voor de slagen is het na 26 jaar langs razend verkeer te hebben gehoord wel even wennen. Dit jaar was heel gek, want er kwam geen auto langer. Dus voor mij was het echt zoiets van, wat gebeurt hier? Dus ik ben wel blij dat hij weer open gaat, dat er nu wel weer verkeer overheen komt. Het nieuwe dorpse karakter van de straat vindt de ondernemer positief. Parkeren is makkelijker, er is meer ruimte, het is minder druk. En ja, dan is maar afwachten wat het brengt, hè. Cadeautjes en lekker eten tijdens de kerst is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. En daarom deelt Stichting Winterevenementen in Duiven kerstpakketten uit aan mensen die wat minder te besteden hebben.
Wij willen gewoon graag de kerst brengen bij de mensen in hun hart. En ja, dat kunnen wij met onze club realiseren. Medewerkers van Dierenthuis Arnhem zijn verrast met een nieuwe dierenambulance. En dat was nodig, want de oude wagen viel haast van ellende uit elkaar. Met een cheque van 10.000 euro van Stichting Dierenlot en een bijdrage van de autodealer en interieurbouwer kon de nieuwe ambulance worden aangeschaft. De oude ambulance mankeerde geregeld wat aan, dus dat was niet meer helemaal veilig. Daar zat ook nog geen airco in en dat is nu een hele vooruitgang. Er zit nu airco in en in de winter natuurlijk ook verwarming. Dus dat is een hele verbetering voor mens en dier. De Graafschap heeft het jaar afgesloten met een gelijk spel. Het werd 3-3 in Volendam. Voor de vijfde keer op rij wisten de Doetinchemmers niet te winnen. Maar de Graafschap staat desondanks nog altijd op een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op promotie naar de Eredivisie. We moeten van de gelijkspelen proberen af te komen en dan gaan we een heel mooi 2020 tegemoet, denk ik. We staan er geweldig voor, alleen ja, iedereen had het zo graag beter gewild. En ik ook, hoor, de trainer voorop. Ja, de populaire feestuitvarken in de Arnhemse binnenstad, die moet weg. Het kunstwerk dat eigendom is van burgers Zo moet binnen 3 maanden worden weggehaald. Op de plek worden zo'n 55 woningen gebouwd. Het uitvark is vooral geliefd als speelplaats voor kinderen en daarom wil de gemeente het beest een nieuwe plek geven. Niet iedereen is blij met het vertrek van het uitvark. Ik weet nog heel goed dat hij geplaatst werd. Mijn zoontje speelt er vaak en graag. We komen hier wekelijks, dus ik vind het zonde. Als meisjes in Gelderland echt voetbaltalent hebben, moeten ze nu uitwijken naar FC Twente of PEC Zwolle. Daar willen ze in de Achterhoek wat aan doen met de oprichting van een talentenacademie. En dat moet dan in de toekomst leiden tot Gelderse oranjeleeuwinnen. 84 meisjes tonen hun talent op de eerste selectiedag van de meiden- en vrouwenvoetbalachterhoek. De academie gaat in januari van start. We starten met een meiden onder de 13 team, dus die blijven bij de eigen club voetballen. Daarnaast maken ze echt extra vlieguren bij ons. En elk seizoen komt er een team aan de onderkant bij, dus het team schuift steeds verder door. En zo heb je dus een hele talentenacademie op een gegeven moment, van meiden onder de 13 tot aan hopelijk een eerste team. De talenten willen zich allemaal bewijzen. Zoals kiepster Hilde Stoltenberg, die laat zien wat ze in huis heeft. Ja, ik vond gewoon de kans dat ik doorga, vind ik ook gewoon leuk, maar ik vond het meedoen al het leukst. Ja, ik vond het ook leuk, maar het is leuker als je doorgaat. Met de academie wordt een hiaat in Gelderland gevuld. Want na het einde van de Achillesvrouwen spelen er geen clubs meer in de eredivisie in deze provincie. De Graafschap kijkt met grote belangstelling mee. Nou, daar waar wij kunnen ondersteunen, gaan we dat ook zeker doen. Hè. Dus ook onze onder-9-trainer gaat hoofdtrainer worden van die uiteindelijke groep. En daar waar wij kunnen ondersteunen qua accommodatie en andere zaken, dan zullen we dat zeker niet nalaten. We hebben bijna 5500 voetballende meiden en vrouwen. En voor op hoger niveau is er eigenlijk nog helemaal niks in de Achterhoek. En de meisjes willen ooit net zo goed worden als hun idolen. Ik Martens, Sari van Veenendaal. Cadeautjes, kerstversiering en lekker eten. Als je van een klein bedrag rond moet komen, zijn dit vaak de dingen waar je het zonder moet doen tijdens de feestdagen. Stichting Winterevenementen in Duiven vindt dat dat niet kan in deze tijd en deelt daarom dit weekend kerstpakketten uit voor minima. Blije gezichten in Duiven vanochtend, waar kerstpakketten en cadeautjes konden worden opgehaald door ouders en kinderen die wel even een opkikker kunnen gebruiken. Ik vind het hartstikke geweldig zo met de feestdagen, dat je dan toch wat extra's hebt met de kinderen. Er worden 450 pakketten uitgedeeld door de Rotary Club en Stichting Winterevenementen. De mensen die in aanmerking komen voor een pakket zijn door de gemeente benaderd. Wij willen gewoon graag de kerst brengen bij de mensen in hun hart. En ja, dat kunnen wij met onze club realiseren. En wij willen gewoon die maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Ja, toch een kaarsje kunnen aansteken. Dat is bij het eten. Je moet wel dankbaar zijn met de kleine extra dingetjes die je dan hebt. En dan gaan we naar Wageningen voor het weer met Jordi Bloem. Voorlopig gaat het op en af met het decemberweer. Vandaag was het droger met enkele opklaringen, maar morgen is het juist weer grijs en natter door een volgende storing die gaat passeren. Vandaag hadden we een paar kleinere storingen die overtrokken. Tussendoor hadden we ook opklaringen. Morgen veel meer buien die horen bij dit frontale storingsgebied. En dat trekt vanavond, laat en vannacht onze kant op. Hebben we ook morgen overdag mee te maken in Gelderland. Dus komende nacht vanuit het zuiden regen. En met matige wind vanuit het zuidoosten wordt het niet veel kouder dan 6 of 7 graden. En dat zijn temperaturen die normaal thuis horen in deze tijd van het jaar overdag.
Nou, morgen wordt het 9 of 10 graden in Gelderland. De bewolking overheerst. Er valt vaak regen, denk ik. En de wind gaat in de loop van de dag toenemen. Vooral in het rivierengebied eigenlijk. Windkracht 5 is mogelijk. En dan draait de wind van zuidoost naar zuidwest. 'S Avonds neemt de wind af en klaart het op. Maandag is een aardige dag. Dinsdag weer grotere kans op regen. Eerste kerstdag overwegend droog. 8 graden wordt het. Tweede kerstdag begint droog. Later dan weer regen. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws vindt u in onze app en op de site. Daar ook het verhaal van het langste straatnaambord van Nederland. Dat stond in Duiven. Stond, want het is gestolen. Wie het bord heeft gestolen is niet bekend. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.